De presentatie van nu die gaat over MRepo. MRepo is een tool om RPM-repositories te managen. Mijn naam is Dag Wiers. Misschien kent men mij van het CentOS-team of van RPM-packages die ik gemaakt heb, of misschien van wat andere tools. Vorig jaar heb ik een presentatie gegeven over DStat. Dat is ook een tool die veel gebruikt wordt, die in alle distributies ook zit. Maar MRepo is minder bekend en ook voor een specifieker publiek bedoeld. We zullen eens eerst kijken wat MRepo is. De presentatie wordt gegeven met een Wiimote. De volgende sessie, ik weet niet juist in welke zaal, in een van de twee andere zalen, gaat over het presenteren met een Wiimote. En dan wordt eigenlijk getoond hoe dat dit vandaag werkt. Wat is nu MRepo? Verstaat iedereen hier Nederlands? Want ik ben in Nederlands begonnen. Dus een kleine zaal, ik verwacht. Goed. Iedereen? Nederlands? Everybody understands Dutch? Oké. Vlaams, sorry. Wat is eigenlijk MRepo? MRepo is een tool, een command line tool, die bepaalde zaken automatiseert. En vroeger, de allereerste versie is geschreven als een makefile, maar dat was uiteindelijk niet echt handig als je daar iets grotere dingen mee wilde doen dan één of twee distributies in het slechtste geval. En wat kun je met MRepo eigenlijk doen? Je kunt eigenlijk repositories en distributies niet alleen synchroniseren met upstream, met mirrors, publieke mirrors. Je kunt ook je eigen repositories maken en onderhouden. Of je kunt bestaande repositories voor gedeeltelijk kopiëren afhankelijk van welke packages je wilt pushen naar systemen. Dus je kunt ook bestaande je eigen repositories managen. Maar je kunt ook je gaat repositories creëren en je gaat misschien repositories ook deployen in een bedrijf. Dus het is niet alleen dat je één server gaat opzetten die repositories beheert, maar je kunt daarmee ook andere servers verder gaan distribueren binnen je bedrijf. Er zijn verschillende stappen of verschillende zaken die MRepo doet, namelijk het afhandelen van ISO-images. Heel vaak is de eerste manier de eerste manier waarop dat je een distributie krijgt is via een cd of een cd die je downloadt. Je kunt op basis van die cd eigenlijk repositories gaan maken die je gaat binnen je bedrijf gebruiken. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Er komen ook updates uit, die komen niet op cd. Dus je wilt die ook nog kunnen aanbieden en je wilt die ook synchroniseren. Dus dat doet MRepo ook. MRepo doet het zelfs niet alleen voor publieke mirrors, maar ook voor Red Hat Network en Yast. Yast Online Update. Dus je kunt het ook gebruiken als je betalende klant bent voor systemen die minder open zijn dan gewoon het downloaden via HTTP of FTP. Wat het ook voorziet is een soort rapportering van welke packages verdwenen zijn en welke packages er zijn bijgekomen. En dat is een hele leuke manier om bijvoorbeeld distributies te volgen zonder dat je effectief moet gaan zoeken naar informatie. Je draait gewoon een MRepo-server en elke dag of elke week, afhankelijk van hoe vaak je het wilt draaien, ziet je welke nieuwe packages er zijn bijgekomen. En dat kan misschien een trigger zijn om voor jezelf te gaan zeggen, ik ga kijken of die packages ook op mijn systeem moeten komen staan. Dus het helpt u misschien ook een beetje managen wat er eigenlijk gepusht wordt naar uw distributieserver. Het handelt ook duplicates af door hardlinking te gaan doen tussen distributies. Heel vaak heb je bijvoorbeeld twee architecturen, maar een 64-bit architectuur bevat ook 32-bit packages. Dat zijn de identieke packages ook in de 32-bit architectuur zitten. Dus dan gaat die ook hardlinken, zodat je de plaats bespaart. En de reden waarom dat het ISO's ondersteunt, is ook om plaats te besparen. Want normaal gezien zou je ook nog eens de repository zelf kunnen gaan afhalen, maar dan heb je die data twee keer. En de ISO bevat meer dan enkel de packages. Die bevat ook uw netwerkinstallatie media. En dat is ook noodzakelijk, of dat kunt je ook gebruiken. Dus het biedt dan alles wat het downloadt en alles wat het van repositories maakt, biedt het aan via het web. Via HTTP of via FTP of via NFS, als dat noodzakelijk is. En het biedt ook die netwerkinstallatie, die ISO's, aan. Om netwerkinstallaties te gaan doen, maar het kan ook met Pixie en met TFTP. Het managt eigenlijk ook je TFTP-route afhankelijk van wat je geconfigureerd hebt. Dus eigenlijk, je maakt wat configuratiefiles en MRepo komt eigenlijk met massa's configuratiefiles die je gewoon rechtstreeks kunt gebruiken. Je zet die configuratiefiles in je config directory en automatisch gaat je die distributies mirroren.
Dus het is niet meer als mrepo installeren, config-files plaatsen van de distributies die je wilt en eventueel repositories aan- en uitzetten en het programma starten en het update, het begint meteen alles te mirroren. Dus het is heel eenvoudig om op te zetten. En het voordeel is, het kan dat doen voor meerdere distributies, meerdere repositories en meerdere architecturen. En dit is vooral belangrijk voor zoiets als Red Hat Network, waar dat er eigenlijk van u verwacht wordt dat ieder systeem naar Red Hat Network rapporteert om zijn updates te gaan afhalen. Mrepo slaagt erin om zowel voor SUSE als voor Red Hat alle packages, alle updates, alle channels te gaan mirroren voor alle architecturen, voor alle versies. En dat is iets uniek dat nergens anders te vinden is. Dus voor grote bedrijven is dat heel interessant. Dat bespaart hun de aankoop van een satellite als ze enkel en alleen de updates nodig hebben. We gaan het zelfs daar ook verder op ingaan. Nu, ik heb het geschreven omdat ik het zelf interessant vind als ik bij klanten ga van alles bij te hebben. En het is niet alleen interessant om alles bij te hebben, omdat ik het dan meteen kan gebruiken en het niet moet gaan downloaden. Het is ook interessant om te kunnen zoeken op uw massieve data, massieve set van packages in alle versies, alle distributies, om gewoon eens te gaan zoeken naar welke kernel zit er in iedere versie. Kan ik meteen kijken welke versies in /10 en NLD9 zit, of in Red Hat, of in CentOS. Ik kan gewoon door een locate te doen, bij wijze van spreken, of een find, kan ik gewoon al meteen een listing maken van wat waar overal in zit. En dat is soms handig om te kijken of iets compatibel is met een andere distributie. En het is ook inderdaad handig om e-mails te krijgen waarin dat staat welke updates er zijn bijgekomen. Ik run mijn mrepo van een USB-disk en ik run dat bij klanten iedere dag, zodat ik eigenlijk bij klanten gewoon de updates afhaal en niet alles in één keer moet gaan downloaden als ik het daar ooit nodig heb. En dus dat helpt de klanten ook, ook al haal ik maar af en toe packages af die nieuwer zijn. Omdat ik het dan voor mijzelf geschreven had en het was zo handig, was het natuurlijk ook handig bij bedrijven. Ze hadden ook de noodzaak om updates af te halen of repositories op te zetten. Dus het was dan ook handig om daar features in te steken die zij nodig hadden. Red Hat Network was een van de features die een bedrijf nodig had. Yast Online Update Support was een andere feature dat een bedrijf nodig had. Dus ik heb dat dan geïmplementeerd afhankelijk van wat dat ze nodig hadden. En eigenlijk iedere andere ad hoc oplossing die deed niet wat dat ik wilde. Dus je kunt zelf wat scripts gaan schrijven en zelf create repo gaan draaien om individuele repositories te gaan maintainen. Maar dat wordt heel snel heel veel werk. En ik wilde eigenlijk iets hebben waar ik s'avonds als ik voor ga slapen gewoon kan runnen thuis. Of gewoon tijdens dat ik aan het werken ben gewoon kan runnen, daar niks moet van aantrekken. En het eindigt gewoon met al mijn updates. Dus ik moet eigenlijk niks ervan aantrekken, het doet alles zelf en achteraf krijg ik een mailtje met alles wat er nieuw is. Voor mijzelf heb ik drie servers, alleen mijn laptop en twee servers waar dat mrepo mirrors op staan. Eentje is een volledige complete op internet, eentje heb ik altijd bij mij. En die derde die bevat alleen maar de repositories die ik nodig heb op dat systeem. Dus ik krijg zelfs mail van al die verschillende systemen met alle updates die daar toekomen. Er zijn wat bedrijven die het gebruiken en de lijst die ik hier heb staan, oei, die lijst is niet de laatste lijst blijkbaar. Er staat ook nog Volvo Cars moest dat zijn. Maar dus, de lijst van bedrijven heb ik eigenlijk gewoon gehaald van de lijst van mensen die mij vragen hebben gesteld of die suggesties deden of zelfs patches stuurden, want een deel van de gebruikers die sturen ook patches in. Die lijst die komt eigenlijk van de gebruikers. Ik neem aan dat die daar geen probleem mee hebben als ze met hun company-adres op de mailinglist mail sturen, dus dan heb ik die ook maar hier gelist. Er zitten heel wat grote bedrijven bij, want Electronic Arts zit er tussen, er zitten heel wat banken bij. Ja, Fujitsu stond er ook tussen, er waren nog een paar grote namen die hier niet meer op staan. Ik denk dat ik het niet gesaved heb voordat ik mijn laptop afsloot. Maar goed, het was een van de laatste dingen die ik gewijzigd had, dus ik neem aan dat de rest van mijn slides goed zijn. Nu, het handelen van ISO-images, vroeger deed ik dat gewoon, je moest root zijn en hij mountte die op de juiste locaties. Tegenwoordig heb ik Fuse ISOFS gebruikt en dat laat u toe van mrepo compleet als user te gebruiken. Dus je kunt het eigenlijk in uw home directory opzetten. Je kunt de config file in uw home directory zetten en gewoon in uw config file de directories allemaal naar uw home directory doen wijzen. En dan kunt het eigenlijk zonder dat je root bent beginnen mirroren en alles doen. Voor security redenen kan dat interessant zijn, maar dat kan gewoon ook al interessant zijn omdat je geen root access hebt op het systeem waar dat je het zou willen. Ik heb ook Fuse Union FS geïmplementeerd heel recentelijk. In de laatste versie zit dat daarin. Ik heb over die laatste versie veel te lang gedaan. Ik had dat veel beter sneller gereleased. Maar in de laatste versie zit ook Union FS.
En dat laat u toe als je meerdere cd's hebt van die cd's te mergen. En in de toekomst zou ik ook heel graag hebben dat je... wat dat nu het geval is, is dat je voor een netwerkinstallatie van de cd vertrekt. En dus een netwerkinstallatie doet van de cd. En achteraf moet je dan de updates applyen. Wat ik graag zou willen in de toekomst, is dat ik die UnionFS ook gebruik om mijn cd te updaten. Dat is een feature die heel wat mensen willen en dat is nu niet meer zo moeilijk om te implementeren dankzij UnionFS. Ik ga eigenlijk de cd's op elkaar mounten en dan de bovenste mount of de mount waar ik kan naar schrijven, daar ga ik mijn metadata in veranderen en daar ga ik al mijn extra updates op zetten. En dat wordt dan heel interessant om rechtstreeks installaties te doen van een geüpdate systeem. Bespaart u de stap om achteraf die updates nog eens te installeren. Maar dat is een van de features die volgens mij op dit moment het meest aangevraagd is, omdat alle andere ondertussen geïmplementeerd zijn. Hoe zit het met, want als je dat gaat doen, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook een vriespunt wilt hebben. Dat bepaalt je zelf natuurlijk. Hè. Als je ergens een freeze wilt maken, als je zelf kunt bepalen welke updates op die cd komen te staan, als je zelf kunt bepalen welke repositories je wilt includen op je gemerged cd, dan bepaalt je eigenlijk of je dat wilt freezen of niet wilt freezen. De repositories die je gaat mergen, vanaf het moment dat je een update doet, gaat die automatisch de nieuwste dingen hebben. Wat ik aanraad binnen bedrijven, is dat niet te doen. Binnen bedrijven wilt je niet zomaar je updates die je binnenkrijgt meteen gaan deployen of meteen aanbieden aan al je clients. Wat je eigenlijk doet, is je gaat selectie maken van welke dingen draai ik binnen mijn omgeving en welke van die dingen wil ik nu pushen. En heel vaak gaat je zien dat ze... bijvoorbeeld wat ik aanraad bij bedrijven voor Red Hat Enterprise Linux is, start niet van een minor update cd. Start niet van in dit geval 4.7, maar wacht een paar weken tot 4.7 iets meer gestabiliseerd is. Want bij zo'n update release vallen er toch nog altijd wel wat foutjes te vinden. En als je een paar weken daarop wacht, en gaan die fouten eruit zijn. Na een release komen er altijd een paar bugfix zaken uit die je ook wilt includen bij een installatie. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk zelf kunt bepalen door repositories te klonen. En dat klonen is eigenlijk niet meer als een hardlink te doen van een bestaande repository. Je moet wel je packages manueel synken natuurlijk. Ik heb geen tools op dit moment, en dat is misschien wel handig om ook ooit te maken, tools om repositories te vergelijken en om ergens een automatische selectie te doen van packages op basis van bepaalde filters of zo. Dat zou inderdaad nuttig kunnen zijn. Maar op dit moment bestaat dat niet. Dus je bent zelf verplicht van bijvoorbeeld in Midnight Commander de twee repositories langs elkaar te doen en een compare van de directories te doen om te zien welke zaken ontbreken in uw copy, in uw freezed copy bij wijze van spreken. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Red Hat Satellite, daar is het ook heel onaangenaam om freezes te doen van channels en om die nadien te maintainen, want dat is, via een webgui is dat ook niet de meest aangewezen manier. Dus veel klik en plakwerk. Goed. Wat dat die ISO-images dus toelaten, is om Anaconda boots te doen, eigenlijk kickstart boots te doen van onze server. En het supporteert heel wat distributies, ook voor de ISO's. En zelfs, het wordt gebruikt, HP gebruikt het ook voor een Debian ISO-cd's te mounten. Omdat ze ook die ISO's willen aanbieden, gebruiken ze gewoon dezelfde... MRAP'en gewoon om te mounten. Je gaat geen repositories creëren, maar het mount wel de ISO's in hun public mirrors. Dus ze gebruiken dezelfde tool daarvoor. Maar de normale RPM-distributies, die zitten daartussen. Er zullen er nog wel zijn die RPM gebruiken, die ook werken. Goed. Het synchroniseren van de mirrors. Er zijn verschillende protocollen. Het meest aangewezen is natuurlijk Async, omdat dat het meest efficiënt is. Maar in sommige gevallen gaat dat niet. In sommige gevallen zit je achter een firewall, een proxy. Dan zijn ze verplicht van eventueel HTTP te gebruiken of FTP. Eigenlijk doet MRepo dat niet zelf. MRepo gebruikt gewoon tools. En het is zelfs zo dat je in MRepo kunt bepalen welke opties er bij die tools worden meegegeven. Je hebt eigenlijk heel wat mogelijkheden om opties mee te geven aan tools die u meer aanstaan dan wat MRepo zelf doet. Daarmee kun je dingen filteren, je kunt daar heel wat zaken mee doen. En LFTP is een van de gemakkelijkste tools, omdat het ook HTTP ondersteunt. LFTP, ik gebruik dat zelfs voor websites te doorzoeken naar files. Ik bedoel, je kunt gewoon webpagina's als directories volgen en files die daarin gelinkt staan, kun je gewoon downloaden met een get of met een mget. Plus LFTP heeft een heel leuke feature die mirror noemt. En met mirror kun je eigenlijk, het is niet hetzelfde als rsync, want het gaat niet zo efficiënt zijn als rsync, maar met het mirror-commando van LFTP kun je zelfs
deletes doen lokaal die remote ook verwijderd zijn. En hij gaat effectief synchroniseren, dus hij gaat directory listings vergelijken met elkaar. Dus LFTP is echt wel het eenvoudigste om voor zoiets te gebruiken. We hebben ook onze eigen protocollen dan geïmplementeerd uiteindelijk. Dat is Red Hat Network en Red Hat Network via SSL en Yast Online Update. En dat zijn twee tooltjes. Eigenlijk voor Red Hat hebben we twee tooltjes. Eentje is om de packages te downloaden en te filteren en listings op te vragen. Maar we hebben daar ook een tooltje om fake systemen te maken. Normaal gezien werkt UpToDate of Yum werkt met één entitlement per systeem. En als jij je updates wilt afhalen voor die distributie en die architectuur, dan kun je dat vanaf dat systeem. Maar dat is natuurlijk niet efficiënt als je een distributieserver wilt opzetten die verschillende updates wil aanbieden voor verschillende distributies en architecturen. Dus wat hebben wij moeten maken? Dat is eigenlijk een tooltje dat hetzelfde doet als een registratie bij Red Hat. En die eigenlijk, je kunt zelf meegeven, ik wil deze architectuur system ID maken voor die distributie met deze username en paswoord. Je hebt nog steeds je entitlement nodig, dus we doen niks illegaals. Je gaat nog steeds moeten betalen voor de support voor die entitlement. Maar het laat u alleszins toe van die updates te downloaden, centraal op één systeem en dan te pushen intern. Nu, de reden dat er heel veel banken zitten die dat gebruiken, is heel eenvoudig. Voor banken is het sowieso dat je je servers die je wilt updaten niet rechtstreeks aan internet hangt. En dan hebben ze de keuze tussen Red Hat Network Satellite of zo aan te schaffen of een andere oplossing te zoeken. En een heel wat van die banken die hebben besloten van zoiets als Red Hat Network Get te gebruiken om hun updates binnen te trekken in hun DMZ, in hun verschillende netwerken, in tier 1, tier 2, tier 3, om daar hun updates te kunnen verspreiden. Zonder dat ze afhankelijk zijn van gegevens die ofwel bij Red Hat zitten of die dure Red Hat Satellite aan te kopen. Want heel vaak gebruiken ze toch hun eigen tools om te managen. En Repo doet niet alles wat Red Hat Network doet. Red Hat Network doet provisioning, Red Hat Network doet management van systemen, het updaten van systemen, automatische security checks. En als dat voor u belangrijk is dat heel nuttig. Maar als je alleen maar die updates wilt afhalen omdat je andere tools gebruikt, zoals CF Engine of wat heb je zo nog, Puppet heb je tegenwoordig voor machines te managen. Je hebt heel wat andere open source systemen om machines te managen, maar dan moet je nog altijd die updates kunnen afhalen. Goed, we gaan eens verder gaan. Het rapporteren van die updates, ik heb het eigenlijk al aangehaald, hij logt gewoon naar een logfile. En er zijn zelfs mensen die daar verderop hebben gebouwd en de logging gebruiken om dan weer andere zaken te gaan doen. Te gaan kijken welke packages zijn erbij gekomen en op basis daarvan andere zaken te gaan doen. Die logfile is heel eenvoudig te parsen. Het e-mailen heb ik ook al aangehaald en het hardlinken, eigenlijk heb ik dit al allemaal gezegd. Volgende slide. Dus je hebt verschillende stappen. Eén stap is het updaten van je repositories en het afhandelen van de ISO's. En de andere stap is eigenlijk het creëren van de metadata. Wij mirroren niet de volledige repository inclusief metadata. Dat is een mogelijkheid. Maar er is een nadeel bij, omwille van het feit dat je sowieso je eigen repositories nog metadata voor wilt creëren. En om zeker te zijn dat als een download halverwege faalt, maar je heeft wel zijn metadata gedownload, dan zou je een repository krijgen die kan falen. En dat weten we misschien niet op het moment dat het al geüpdate is. Dus om die reden heb ik eigenlijk beslist van dat in twee stappen te doen en altijd opnieuw de metadata te genereren. Dus je gaat altijd een repository hebben die consistent is, waarvan de metadata overeenkomt met de packages die je hebt. Een andere reden om je metadata zelf te bouwen is omdat je misschien meer dan één metadata wilt hebben voor je repository. Als je meerdere tools gebruikt, dan wil je misschien metadata genereren zowel voor één tool als voor een andere tool. En er zijn op dit moment drie soorten metadata. Je hebt de legacy apt metadata, die eigenlijk het snelste is voor apt-get. Je hebt de legacy yum metadata, die gebruikt wordt door de oude yum, maar ook door UpToDate. UpToDate gebruikt eigenlijk ofwel legacy apt ofwel legacy yum, je kunt daar kiezen. En tegenwoordig de nieuwere versies van apt-rpm en de nieuwere versies van yum, die gebruiken tegenwoordig allemaal repo-md. Dus de default is sowieso repo-md. De meeste mensen gaan daarmee tevreden zijn. Maar op systemen zoals CentOS of Red Hat 2, daar heb je UpToDate alleen maar, of daar kun je ook wel apt op installeren, maar daar bestaat geen yum voor. Voor CentOS 3 bestaat er alleen maar een oude yum voor, er bestaat geen recente yum voor. Dus je hebt daar toch wel soms de noodzaak om te bepalen welke metadata's je wilt. En de config-files die meegeleverd worden, die hebben eigenlijk een hele goede selectie van metadata voor iedere distributie. Het ondersteunt dus alle populaire clients.
En het is zelfs zo, smart staat daartussen, maar smart is een hele goede RPM. Allee, eigenlijk een client die packages ondersteunt en die ondersteunt alle packages, maar die ondersteunt ook alle metadata. Dus voor smart maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Smart kan met alles werken. De directory-structuur, daar krijg ik soms wel vragen over, omdat ik heb ergens gekozen voor een formaat dat mij het meest handig leek. Maar dat komt niet altijd overeen met wat dat de repositories, de upstream repositories, als formaat gebruiken. Dus de subdirectories van, we pakken een distributienaam, dan gaan we de architectuur doen, dan gaan we de repositorynaam doen, of soms omgekeerd eerst de repositorynaam en dan de architectuurnaam. Bij mij is het anders. En de reden waarom dat anders is, is omwille van het feit dat ik eigenlijk één directory, één repository is bij mij één directory, maar ik moet wel alle metadata's kunnen supporteren. Dus ik moet eigenlijk zoeken wat ondersteunen al die metadata's als een manier om een repository aan te bieden. En daar is de moeilijkste, de apt-get, de legacy apt-get metadata, die doet er het moeilijkste over. Daar, de directory voor een RPM, voor een repository noemt RPM's tot repositorynaam, zoals dat bij Debian ook nog altijd gebeurt, denk ik. En dus ik ben daar verplicht ook van die naam te gebruiken voor alles. Maar er zijn mensen die daar wel moeilijk over doen, want ze willen dezelfde naam gebruiken als dat er upstream gebruikt wordt. En ik kan dat wel begrijpen, maar dat is niet noodzakelijk uiteindelijk. Goed. Dan, mrepo, als je dat wilt en als je de juiste flags aanzet, by default doet het dat niet, gaat eigenlijk in TFTP boot een mrepo directory maken en daar automatisch van je ISO's de kernel en de RAM-disk in plaatsen. Afhankelijk van elke distributie gaat hem die daar plaatsen. En hij gaat ook, de configuratie die wordt meegeleverd, maar die moeten we wel zelf aanpassen. En ik ben nogal een voorstander van DNS mask te gebruiken, omdat dat zowel DHCP als TFTP doet. En dat doet dus alles ineens en je hebt daar geen problemen mee. En zelfs dat doet ook DNS natuurlijk. Dus je hebt automatisch DNS en DHCP samen. Dus voor deployments waar dat het misschien op een eigen netwerk doet of op een managementnetwerk doet, is eigenlijk DNS Mask het eenvoudigst om te installeren. Je moet niet met verschillende tools doen samenwerken en daar problemen. DNS Mask is heel gemakkelijk te debuggen en is heel eenvoudig om op te zetten. Dus daar is documentatie over. De andere dingen heb ik eigenlijk al een beetje gezegd. Ik verval in herhaling. Ik ben oud aan het worden, denk ik. De design van mrepo. Als je mrepo start, dan gaat het altijd zoeken naar nieuwe ISO-files die je kan mounten. Dat doet het sowieso. Dat is heel belangrijk om te begrijpen, want ene keer als die dingen gemount zijn, dan zijn die daar beschikbaar. En misschien als je de ISO's zou wegvegen, ze blijven nog gemount, ze blijven nog in gebruik, dus je gaat geen plaats vrijmaken. Dus als je ze wilt unmounten of als je je ISO's wilt wegvegen, dan ben je eerst verplicht van ze te unmounten en dan je ISO's weg te vegen. Dat is de logische stap. De ISO's, er bestaat een regular expression in de config file die eigenlijk bepaalt of de ISO overeenkomt met de naam van upstream en op die manier vindt hem zijn ISO's. Maar de ISO's staan ook in de directory van de distributie, maar ik ga u dat zelfs allemaal tonen. Maar impliciet gaat hij dus de ISO's mounten en je hebt een optie waarmee je expliciet kunt zeggen unmount mijn ISO's nadat mrepo stopt. Dus op het einde van mrepo unmount automatisch mijn ISO's. En dat is waarschijnlijk wat dat je wilt als je mrepo wilt stoppen, omdat je systeem wilt afsluiten, omdat je USB-disk wilt uittrekken of zoiets. Er zijn twee opties die je kunt meegeven die mrepo aansturen. En je bent verplicht van één van die twee mee op te geven als je wilt dat mrepo iets doet anders dan ISO's mounten. De eerste is het updaten van uw repository en de tweede is het genereren van uw repositories met metadata. Je kunt ze ook samen gebruiken en dan zal hij die twee stappen achter elkaar doen. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat mrepo de mirrors, de data die hij downloadt van upstream, die zet hij in één directory, maar het is niet dat wat hij meteen aanbiedt. Hij heeft eigenlijk een andere directory die meestal in uw document root van uw webserver staat, hè, waar dat je het eigenlijk wilt aanbieden, of op een NFS directory. Eigenlijk op een andere plaats gaat hij zijn repositories bouwen. En als het mogelijk is, gaat hem hard linken tussen de twee plaatsen voor al zijn packages om plaats te besparen. De reden waarom ik dat doe is, weer al tijdens een download wilt je niet je repositories al meteen aanpassen, dus je wilt eigenlijk een atomic update hebben van je repositories die aangeboden worden. Anders zou dat bij clients misschien problemen kunnen veroorzaken. En het andere voordeel is dat die gegenereerde directory die eigenlijk in je document root staat, die kun je altijd van scratch wegvegen en opnieuw mrepo -g intikken.
Dus als je daar iets in zou doen, je maakt daar fout of je zit ermee aan het experimenteren, je scratcht die en je kunt opnieuw beginnen. Terwijl dat de ene directory eigenlijk altijd een kopie is van upstream. Dus het feit dat we die twee uit elkaar willen houden is heel belangrijk en is waarschijnlijk het moeilijkste, de fout die de meeste mensen denken. De meeste mensen denken dat ze var en repo waar alles gedownload wordt ook zijn repositories zijn. Maar dat zijn niet de repositories die wij willen gebruiken. Dus je hebt de directory structure. Als je het package installeert, zijn er eigenlijk drie belangrijke plaatsen. Je hebt je config files, waarbij dat je kunt met mrepo ook je eigen config file opgeven op een andere locatie, maar by default staat hem in etc.mrepo.conf. En in mrepo.conf.d, daar kun je eigenlijk extra files plaatsen met configuratieopties eigenlijk. Maar eigenlijk gaat je dat gebruiken per file één distributie. Of per file één distributie voor alle architecturen. Je hebt zelf de mogelijkheid, als je voor alle architecturen hetzelfde wilt doen, dan zet je daar gewoon een distributie, een architectuur onafhankelijke config file. Maar als je zegt van ik wil voor 64-bit toch andere repositories gaan mirroren dan mijn 32-bit, heb je de mogelijkheid om die twee uit elkaar te halen en toch verschillend aan te bieden. Dus je hebt de mogelijkheid eigenlijk om het heel simpel te houden, maar je kunt het ook complexer maken. Hij gaat dan alles downloaden wat in je distributieconfiguratie gevraagd wordt. Eigenlijk is dat gewoon een grote loop, waarbij hij per distributie gaat de repositories downloaden. En de locatie waar dat alles gedownload wordt, is dist-8, dus dat wordt dan bijvoorbeeld rel5-i386/, en dan heb je hier de verschillende repositories. En die staan gewoon allemaal in dezelfde, onder elkaar. De reden waarom ik het zo heb gedaan, is omdat het veel gemakkelijker is om te zien wat heb ik hier eigenlijk voor handen. En meestal heb je niet zoveel dist en args. Als er 15 zijn, dan heb je al een grote distributieserver. Ik denk dat ik ook zoiets heb. Ik heb er 15 of 18. En dan heb je eigenlijk al heel veel. Ja, dat zijn, ik denk dat 20 misschien het meeste is. En dat is iets dat bij een listing past dat in je console. Ik bedoel, dat is manageable. Als dat subdirectories worden, wordt het veel minder overzichtelijk om te zien wat je nu eigenlijk aanbiedt. En dan voor de repositories die je aanbiedt, doe ik eigenlijk hetzelfde in var.mrepo. Er wordt ook een config file meegeleverd met het package voor HTTP, die ook automatisch die directory gebruikt. Dat kunnen we natuurlijk aanpassen. En daar ga ik ook weer doen var.mrepo, dist.arg en dan rpms.repo. In die directory zijn ook mijn ISO's gemount. Als je cd's hebt, is dat normaal disk 1, disk 2, disk 3. Anaconda kan daarmee werken. Maar je kunt met die Union FS, door dat aan te zetten, ook alles op één in één directory eigenlijk mount. Ja, en dat is het eigenlijk. Ik heb de meeste theorie gehad. Ik ga hiermee wachten, ik ga dat zelf eens doen. Ik ga eerst een kleine demo geven. Nu, het gevaar met demo's is natuurlijk, als ik die geef, dan werk ik met mijn code en is dat niet de code die ondertussen iedereen gebruikt. Dus we gaan eens even kijken. Ik heb hier een USB-disk die er aanhangt. Dat is 250 gig USB-disk en die staat eigenlijk quasi vol. Het probleem met mij is met al mijn distributies die ik, als je hier kijkt, MediaPack is 100% vol. Nu, op die MediaPack staat eigenlijk mijn mrepo. Ik ga het misschien ietsje groter moeten maken. Ik weet niet of het voor iedereen zichtbaar is. Dit zal leesbaarder zijn. Zeker voor de mensen thuis. De honderden, duizenden mensen thuis. Als ik in mijn mrepo directory ga kijken, ik heb ervoor gekozen om alles op mijn disk te zetten. Mijn disk is onafhankelijk. Ik heb niks van mijn mrepo-installatie, buiten dan mrepo zelf, heb ik niks op mijn systeem staan. Dus ik heb een RPM-package op mijn systeem gezet, maar mijn config-files staan op mijn disk. Ik heb mijn repositories op mijn disk staan. En ik heb zelfs mijn merged repositories en mijn repositories die ik aanbied, staan allemaal op mijn disk. En ik kan u dat tonen. Ik heb een mrepo.conf ook daar staan. En zo ziet dat er ongeveer uit. Ik ga het even zien. Of dat in kleurtjes iets mooier toont. Ja. Hier zitten eigenlijk geen distributies in. Vroeger was dat wel zo. Vroeger kon je hier je distributies listen. Maar als je dan een aparte file kunt steken, is dat iets gemakkelijker te maintainen. Nu, de default directories, ik heb die daar juist getoond. Maar omdat ik alles bij mij op mijn disk wil doen, omdat het dan onafhankelijk wordt, ik kan mijn disk in een andere machine steken en gewoon als ik daar mrepo heb, kan ik dat daarop draaien. Heb ik alles naar mijn disk doen wijzen, MediaPack. En ik heb gekozen om er een directory mrepo op te maken. Dan is dat mooi gescheiden van al de rest die ik daar heb opstaan. Ik heb mijn www er
heb ik in een subdirectory www geplaatst. Maar mijn repositories, alles wat gemerged wordt, heb ik gekozen van dat gewoon in mrepo te steken. Ik had er ook nog src kunnen achterzetten, maar ja, dat is een beetje... Ik vond het gemakkelijker zo. Ik zit toch meestal niet in die www, omdat ik mijn disk niet gebruik om het aan te bieden. Ik heb die altijd bij, maar dat is niet echt bedoeld om het aan te bieden. Dus daarom heb ik verkozen van die www hier wel te maken, maar ik doe het nauwelijks. Ik heb gekozen van ook mijn config directory te plaatsen op mijn disk. En omdat mijn config file het eerste is wat ik moet aanroepen om te verwijzen naar al die plaatsen, ja, is het geen zin om te zeggen waar mijn default config file staat. Die moet ik meegeven. Voor caching, er zijn wat zaken die ik, om het eigenlijk mijn generatie van mijn metadata te versnellen, hebben al die tools die metadata genereren de mogelijkheid om te cachen. En dus ik geef ook die plaats mee, dat versnelt. Als je achteraf bijvoorbeeld twee packages update en je wilt je metadata opnieuw genereren, dan gaat dat een heel pak sneller als hij de cache kan gebruiken. Dus die staat daar ook. En ik gebruik diezelfde directory ook voor mijn logs. Normaal gezien is dat var log mrepo, maar in dit geval had ik geen noodzaak om daar een andere directory van te maken. En ook mijn logfile staat op mijn disk. Ik heb hier nu staan architectuur i386, omdat by default, als mijn distributie geen architectuurlijnen heeft, dan gaat hem altijd alleen 32-bit downloaden. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Ik zeg naar waar hij mijn mail moet sturen. En ik zeg ook van waar dat die mail moet komen. Want als die mail effectief naar internet gaat, is het from-adres moet ook soms deliverable zijn. Dat moet een adres zijn waar dat een MX-record van bestaat en dat soort zaken. Dus ik heb hier gekozen van iets te doen wat dat werkt voor mij. Maar dat kan zijn dat je dat dus moet veranderen. Dit was ook een request die gevraagd was een jaar geleden of zo. En dat was iets dat ik eigenlijk nog niet zelf nodig had. Je hebt de mogelijkheid voor Red Hat Network GET en Gent System ID om een username mee te geven. Eigenlijk is dat niet meer noodzakelijk, omdat de tooltjes... Vroeger zat dat in een repo, maar ik heb die tooltjes daar gewoon uitgehaald, dat je die onafhankelijk kunt gebruiken. En dus je kunt het ook op de comment line meegeven. Maar dus je hebt de mogelijkheid om een username en paswoord daar ook in te steken. En ik zat wat uitleg om te zeggen dat je de mrepo.conf.d directory moet gebruiken. Nu, als ik ga kijken op mijn systeem naar die mrepo.conf.d, dan ga je zien dat ik hier alle config-files, dit zijn eigenlijk alle distributies die ik op mijn disk synchroniseer. En als ik bijvoorbeeld ga kijken, ik heb hier bijvoorbeeld voor Red Hat 3 heb ik een onderscheid willen maken, omdat niet alle... Allee, de 32-bit heeft andere channels bij Red Hat dan de 64-bit versie. En omdat ik natuurlijk, als ik één config-file zou doen voor de beide architecturen, ja, dan kon ik alleen maar hetgeen wat ze samen gelijk hadden pakken. Dus ik heb hier gekozen van twee files te maken. En dan steek ik de architectuur er zo in. Nu, de filename is niet zo belangrijk, maar het is wel interessant als dat overeenkomt met de distributienaam. Bijvoorbeeld, als ik hier naar die Red Hat 3 ga kijken. Ik ga ook eens zien of ik daar niet de commentaar in het blauw kan doen. Als je hier gaat kijken, bijvoorbeeld hier, dat is de definitie van mijn distributie. Ik heb een naam. Die is niet zo belangrijk, maar dat is leuk als je draait om te zien met wat hij bezig is. Je hebt je architecturen, je hebt de metadata die ik wil genereren. Voor Red Hat 3 wil ik zowel repo MD als yum metadata doen. En RepoView is eigenlijk een tooltje die een websiteje genereert van je repository. En RepoView kunnen ook meegeven als metadata, maar eigenlijk is dat niet echt metadata, dat is eigenlijk voor de humans om dingen op te vragen. Je kunt dan de metadata eigenlijk browsen. ISO hier, je ziet duidelijk, ik gebruik daar variabelen in. Die variabelen worden gewoon vervangen door wat erboven staat. En je ziet dat hier bijvoorbeeld een vraagteken staat. Eigenlijk is dat het is geen regular expression, maar het is een glob, zoals ze dat noemen. Hetgeen wat je eigenlijk ook in LS kunt meegeven. Sterretjes en vraagtekens. En vierkante haakjes met alle mogelijke dingen tussen. En hier op basis van dit gaat hij eigenlijk zoeken welke disken hij kan vinden. Soms heb je misschien de noodzaak om meerdere versies van die ISO's bij te houden. En op deze manier bepaalt je dan welke hij eigenlijk gaat mounten. Meer is dat niet. En dan heb ik alle repositories. En in dit geval zie je dat mijn updates repository is Red Hat Network, maar dan de SSL-versie. Ik heb er een paar afgezet, omdat ik die niet echt noodzakelijk vind, omdat mijn disk te klein is. Maar je ziet welke ik heb aangezet. Het spijtige is dat die channelnamen, die zijn niet altijd heel consequent. Ze hebben af en toe die channelnamen de volgorde van bepaalde informatie daarin vervangen, veranderd van locatie. En de enige manier om eigenlijk goede channelnamen te vinden, is te gaan kijken op Red Hat Network zelf.
Dus je registreert je systeem en dan gaat je gewoon via de website van Red Hat Network kijken welke channelnamen er beschikbaar zijn. Ik heb ook een lijstje bijgehouden in mijn documentatie, maar die is volgens mij niet heel up-to-date meer. Dan zit je hieronder dat ik bijvoorbeeld RPM Forge mirror. In dit geval doe ik dat via FTP. Ik heb AT-RPM's via Rsync. En dan zijn er nog wat andere repositories. Ik heb hier PostgreSQL nog ergens in staan. En ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld gegeven van een custom directory. Die custom directory heeft eigenlijk geen value. Die wijst naar niks. Dat is eigenlijk een directory waar ik zelf packages kan insteken. Heel wat bedrijven maken hun eigen packages of zoeken hun packages van internet die ze ook willen installeren. Die kunnen die dan daar plaatsen. Dat wordt niet gesynchroniseerd met iets, maar ze kunnen dat dan wel aanbieden als een aparte repository. Dus je kunt er zo oneindig veel repositories zelf maken. Zo ziet er ongeveer een file uit. Ik kan dus bijvoorbeeld, ik zou dus bijvoorbeeld een diff kunnen doen tussen de 3i386 en de 64. En dat in kleurtjes doen. Ik weet niet wat ik daar mis deed. Bijvoorbeeld, het verschil tussen die twee is eigenlijk alleen maar buiten de architectuur en het feit dat ik update 8 van de een heb en update 7 van de andere. Maar het verschil is eigenlijk, update 8 en update 7, is gewoon dat die twee repositories niet bestaan voor de 64-bit. Dat is de enige noodzaak waarom ik een onderscheid moest maken voor die twee architecturen. Nu, we zullen het ook eens draaien. MREPO. Je kunt 1V meegeven en dan gaat hem een beetje uitleg tonen. Je kunt 2V's meegeven, dan toont hem wat meer uitleg. En als je effectief wilt gaan debuggen, met nog meer V's mee te geven, krijg je altijd meer en meer uitleg. Hij gaat dan bijvoorbeeld LFTP aanroepen met debugging aan, waardoor dat je LFTP kunt debuggen. Waarom blijft mijn mirroring hangen, is soms een vraag, omdat hij achter een proxy zit of zo. En wel, met meerdere V's ga je meer informatie krijgen. Ik hou mijn hart vast om te zien wat er nu gaat gebeuren. Ik zal misschien eerst beginnen met 1V. Ik moet mijn config-file natuurlijk meegeven. En die staat, dus mijn eigen config-file, daar staat eigenlijk niet zoveel in. Die staat op mijn disk, die staat daar. We zullen misschien eens gewoon geen update meegeven, maar gewoon V. En ik zal wat meer V's meegeven om wat meer uitleg te gaan geven. Je ziet dat hij nu over al mijn ISO's loopt en die allemaal gaat mounten. Ik ga helemaal naar het begin gaan. Het parsen van MREPO, ook die gegevens toont hij. Dus hij gaat al meteen tonen van in welke sectie heb ik welke configuratie directives gevonden. En hij gaat zeggen welke inhoud hij heeft uitgelezen. Eigenlijk moet ik hier kijken. Dus je ziet hier, hij heeft die config-file gebruikt. Hij gebruikt die config-file. Hij gaat hier invullen welke variabelen wat bevat. En dat is eigenlijk, als je veel te veel V's meegeeft, hetgeen wat je te zien krijgt. Als ik naar beneden scroll, kijk, al die variabelen leest hij uit. En dan gaat hij op een bepaald moment zeggen, een deel daarvan is default. Hè. Als erachter staat tussen haakjes default, betekent dat dat de default waarde is. Als je wat minder V's meegeeft, dan toont hem dat niet. En dan gaat hem één voor één in een loop, bij wijze van spreken, gaan zeggen, kijk, ik heb die glob gekregen. Waar stond het hier? Ik heb hier die glob gekregen met dat vraagteken. Ik heb daar twee ISO's-files van gevonden. En ik ga die nu één voor één mounten. En ik heb zelf zoveel V's meegegeven dat hem effectief zegt welk commando hij uitvoert. Dus hij doet hier een fuse ISO met dat commando enzovoort. Dus dat is eigenlijk heel gemakkelijk om te debuggen. By default gaat hij dat niet gebruiken. Ik zal het nog eens runnen. Ik zal het eerst nog eens runnen met umount. Of unmount kun je ook doen. En dan gaat hem ze allemaal unmounten. Als ik niks zou meegeven en ik zou gewoon mrepo runnen, dan zie je niks. En dat is hetgeen wat je eigenlijk in een cronjob wilt doen. Dan krijg je alleen maar de errors te zien. Ik ga hem eens opnieuw unmounten. Ik ga eens gewoon minus V meegeven en dan gaat hem al iets zeggen. Dan gaat hem zeggen, kijk, die ISO's heb ik nu gemount. Eén keer als dat gemount is en je runt dat opnieuw, zwijgt hem daarover. Dus krijg je daar niet meer informatie over, omdat ze al gemount zijn. Als ik nu ga kijken naar mijn systeem, ga je zien dat ik heel wat ISO's gemount heb. Eigenlijk al die distributies die daar gelist waren. Als ik nu zou zeggen, ik ga eens kijken wat dat ik van updates zijn. Ik ga nu 2V's meegeven. Ik ga ook mijn config-file opnieuw moeten meegeven. Mediapak mrepo mrepo.conf. Normaal gezien, als je een server opzet, moet je niet je eigen config-file meegeven. Dan gebruik je gewoon de defaults natuurlijk. En hier zie je, ik heb 2V's meegegeven. Ik krijg ook wat informatie van wat hij op dat moment aan het doen is. Meestal wilde dat wel zien, dan weet je hoe ver dat hij is.
Zeker als je dat op je laptop doet en je zit bij een klant, is het standig om te zien hoeveel tijd hij daar nog moet insteken. Hij is nu aan het updaten met LFTP. Hij is de extras repository aan het updaten van CentOS. Is misschien niet zo handig om die te tonen, want LFTP, het nadeel van LFTP tegenover Rsync is dat hij eerst een directory listing moet opvragen. En afhankelijk van uw uplink kan dat heel traag duren. Dus ik ga iets anders doen. Ik ga bijvoorbeeld hier zeggen, doe mij de updates van Red Hat 5 server. En dan gaat hij normaal gezien alle architecturen van Red Hat 5 doen. Hij begint hier met de i386 en hij zegt, oké, ik ga beginnen met de add-rpms packages. Als ik mij goed herinner, ja, het is Rsync, dus dat zou sneller moeten zijn. Rsync, daar toont hij denk ik geen output van. Ik ga dat eens even onderbreken en wat meer V's meegeven, om eens te zien of ik daar wat meer output van kan krijgen. Nee. Ik ga nog een V meegeven. Voilà. Dus dan krijgen we te zien dat Rsync eigenlijk een TCP-connectie maakt. Maar dat duurt ook te lang. Wat ik eigenlijk wilde tonen was een Red Hat channel. En repositories kunnen ook nog afzonderlijk meegeven met bijvoorbeeld updates. Dus ik ga nu eigenlijk de updates repository updaten van Red Hat Enterprise Linux 5 server, zowel 32-bit als 64-bit. En dan zou ik... Dit is dan de output die eigenlijk Red Hat Network Get teruggeeft met mijn voldoende V's. En hij zegt hier, ik wil alles deleten wat niet op de server staat. Dit is de system ID die hij meegeeft. Mijn username staat daar. Ik denk dat mijn paswoord daar ook even zichtbaar was. Zelfs veranderen. En je ziet dat hij begint met over al mijn packages te gaan en hij toont welke packages hij eigenlijk al had. Ik heb weer een V te veel meegegeven. Maar die V was nuttig om te tonen wat het doet natuurlijk. En je ziet hier dat hij begint. Er is blijkbaar een nieuwe OpenIPMI uitgekomen. Dat was deze week. Zijn er nieuwe packages van OpenIPMI uitgekomen. En hij is die nu gewoon aan het synchroniseren. Dat gaat misschien nog even duren. De uplink is niet al te snel. Ik weet niet of er daarachter nog iets volgt. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik nog updates gedaan heb. Als dit gedaan is voor de 32-bit, dan zal hem ook nog eens de 64-bit doen. Zullen we daar nog even op wachten? Hij zegt 21 seconden, maar hij gaat niet echt verder. Wat ik hier eigenlijk gebruik voor het synchroniseren is de up-to-date code van Red Hat zelf. Dus ik heb de output die je hier ziet, is eigenlijk ook wat up-to-date toont als hem downloads gaat doen. Ja, het werkt niet echt. Ik heb hem nu onderbroken en hij gaat verder met de 64-bit. En hij toont ook, kijk, ik heb die twee nieuwe packages gevonden. Ook al weet hij niet echt dat een van die twee packages niet volledig binnen was. Dat is niet erg, want de volgende keer gaat hij die toch opnieuw downloaden, omdat hij de checksums verifieert. En hij verifieert niet alleen de checksum, hij doet ook andere controles. Ook voor 64-bit heeft hij OpenIPMI packages gevonden. Surprise, surprise. Swat, ik ga daar niet op wachten. Ik kan die misschien op de achtergrond laten verder gaan en ondertussen eens gaan kijken hoe het dan verder is. Je kunt ook meerdere MREPO's tegelijk draaien. Hij doet locking per repository, dus als je een tweede draait, gaat hem automatisch de eerste repository waarmee hij bezig was, die nog bezig is, overslaan en hij gaat naar de volgende gaan. En dat is soms handig als je iets sneller wilt downloaden. Soms heb je een bandwidth limitation per TCP-connectie. Als je dan twee TCP-connecties downloadt, gaat het dubbel zo snel. Laten we nog eens gaan kijken hier in var, ja dat is niet daar, mediapak, mrepo. Wat ik niet gezegd had, is dat ook VMware ESX natuurlijk kan aangeboden worden en dat heb ik hier ook. Dus je kunt ook een VMware ESX repository bijhouden voor alle verschillende versies die je zou willen. Ja, die andere, je ziet dat die OpenIPMI, hij heeft daar toch moeite mee. Er is echt wel, ik heb echt wel een heel slechte netwerkconnectie hier. Ik weet niet wat ik daar kan aan doen. Kan ik daar een andere access point eens proberen? Een draad, ligt hier een draad? Ah, dat is zo passé, dat is zo 90s. Nee, dat was toch een ring. Dat was coax zeker. Goed, ik ga hem hier nog eens onderbreken. Hij heeft er gezegd afgesloten en een mail gestuurd. Ah, wat ik u bijvoorbeeld nog kan tonen is hoe dat het eruit ziet moest je nu een echte distributieserver hebben. Een echte distributieserver. Ik heb bijvoorbeeld een mailbox.
een inbox die MREPO noemt en je gaat hier al zien wat voor mails je krijgt. Ik weet niet of het leesbaar is. Dit zal ook niet zo leesbaar zijn, maar dit gaat leesbaarder zijn. Je ziet het subject nu niet of wel. Dus een mail zit er typisch, ik ga eens kijken, hier 16 nieuwe. Dit is iets dat ik gisteren heb gekregen van mijn systeem. Een van mijn systemen, een van mijn servers die Red Hat 5 draait. En waar dat wij liever apt-get gebruiken en synchronisatie doen met Red Hat Network. En dit is wat we daar eigenlijk gedownload hebben. We hebben nieuwe versies van Java 1.5 gedownload. En ik heb expliciet gezegd dat ik alleen maar één versie van mijn packages wil bijhouden. Bij Red Hat Network heb je de mogelijkheid om te zeggen, ik wil alle versies downloaden, want dat is mega veel. Of je hebt de mogelijkheid om te zeggen, hou mij alleen de laatste bij. En dan gaat hij automatisch de oude opkuisen. En dat is wat hij hier nu gedaan heeft. Dus je ziet hier, de plusjes zijn eigenlijk wat hij eraan toegevoegd heeft. De minnetjes is wat hij heeft weggeveegd. En dat is eigenlijk gewoon een iets oudere versie. Als ik eens terug ga, bijvoorbeeld hier zijn er 32, maar dat is misschien minder interessant. Ik heb een build systeem, want ik build heel wat packages. Op 16 oktober heeft mijn build systeem gezegd, kijk, voor Red Hat Advanced Server 4, die update 3, kijk daar niet naar, want dat is ondertussen update 7, omdat ik altijd maar update natuurlijk. Daar is een nieuwe bash, een nieuwe NSPR en een nieuwe NSS uitgekomen. Zowel voor 32-bit als 64-bit. Maar ook voor Red Hat 5 zijn er nieuwe packages uitgekomen. En dat is interessant. Hier zijn trouwens die Open IPMI packages. Er kwamen er nog een paar, blijkbaar. maar het interessante is hier bijvoorbeeld, er is een fast-track repository van Red Hat. Daar zitten eigenlijk de updates in die ze nog niet pushen naar hun klanten, maar die ze in de volgende update-versie, in hun volgende CD, wel gaan pushen. En heel interessant is om ook daarop te subscriben, want dan krijg je bijvoorbeeld te zien dat in Red Hat 5.3 of in CentOS 5.3 gaat er een nieuwe CD-record komen, een nieuwe FreeRadius, een nieuwe IN, een nieuwe MK-ISO-FS, een nieuwe Sabayon. Dat zijn allemaal bugfix releases of feature enhancement releases die ze niet pushen tijdens een maintenance, tijdens tussen twee minor releases. En dat is interessant om een beetje te weten wat er in de toekomst gaat komen. Moest er nu toch een security bug zitten in een van die packages, kan het zijn dat ze toch pushen nadat ze die security bug hebben gefixt, dat die toch nog uitkomen tussen twee minor releases. Maar dit is ook interessant om een beetje bij te blijven met welke packages er gaan aankomen. Daar zitten nog eens voor de 64-bit dezelfde packages bij. Dus dat soort mails krijg je dan. En ik krijg die dus van, ja, blijkbaar toch drie verschillende systemen. En dan nog mijn laptop, maar ik denk niet dat die mails daar gedeliverd worden. Goed, ik denk dat dat een beetje was. Ik had nog een slide van die Red Hat Network. Ik weet niet of dat ik daar nog iets nieuws heb opstaan wat ik nog niet gezegd had. Je hebt dus een tooltje dat noemt Gen System ID. En die Gen System ID die creëert een System ID file. Die system ID-file, daar zit wat informatie in en ook een soort key die uniek is voor ieder systeem en waar dat Red Hat Network van op de hoogte is. Nu, die key is dan ook weer afhankelijk met wat informatie van uw server. En daar zit bijvoorbeeld in welke architectuur het is. Daar zit ook in welke distributie het is. Dus hier is dat dan 5 server, is eigenlijk Red Hat 5 server. Daar zit ook meer informatie in die ik niet push. Wat dat Red Hat Network ook kan bijhouden, is de lijst van packages die geïnstalleerd worden, of die geïnstalleerd zijn. Daar zit ook bij welke hardware je draait. Als je dat wilt, dan kun je dat in Red Hat Network meedelen. Ik heb dat afgezet. Voor mij heeft dat geen enkel nut. Als je die Gen System ID, dan creëert hij automatisch een systeem. Een systeem met de naam mrepo-hostname- distributie-architectuur-mrepo of zoiets. Zodat je duidelijk ook het onderscheid kunt maken tussen echte systemen en je mrepo-systemen. Eén keer als je een system ID hebt, dan kun je die system ID, ik heb die nu hier geplaatst in de directory waar dat die hoogte staan, dus een var mrepo rel 5 s-powerpc. Eén keer als je die hebt, kun je met Red Hat Network get bijvoorbeeld een lijst opvragen van een Red Hat Network channel. Doe de met -l en dan -s de system ID file en de Red Hat Network channel naam. Dat is niet echt heel handig, omdat die Red Hat Network channels heel vreemde namen hebben en niemand kan die onthouden, want dat verandert afhankelijk van welke versie. Maar zo gebruikt mrepo dat. Mrepo weet welke channels dat zijn, heeft daar een eigen korte naam van en maakt het voor u een beetje eenvoudiger. Het is moeilijk om het eenvoudiger te maken dan hetgeen wat dat noodzakelijk is natuurlijk.
Je kunt ook packages downloaden, je kunt ze allemaal downloaden of individueel door een filter toe te passen, zoals kernelster. Je gaat met alle kernel packages downloaden. Dat is het een beetje. Er is een heel goed document over hoe dat je Red Hat Network ermee kunt doen samenwerken. Red Hat Network.txt. Ik heb wat ASCII-doc documentatie daarin zitten voor alle mogelijke vragen en problemen en oplossingen. En de Red Hat Network.txt legt ook een beetje uit welke speciale dingetjes je moet doen om het op te zetten. Maar dat is eigenlijk heel eenvoudig om daarover te gaan. Omdat ik uiteindelijk de up-to-date code gebruik van Red Hat, ben ik daar een beetje afhankelijk van zaken die Red Hat deed voorheen voor up-to-date. Maar met de laatste versie ship ik eigenlijk de code van Red Hat. En is het mogelijk voor mij om daar die wijzigingen aan toe te brengen, zodat ik die specifieke up-to-date zaken daaruit kan halen. Dat is eigenlijk de bedoeling voor de volgende versie. Bij de volgende versie ga ik die code van Red Hat aanpassen, zodat die voor mij beter geschikt is. Dat was noodzakelijk, omdat voor Red Hat 5 leveren ze niet meer dezelfde code mee en dat werkte niet meer met MRepo. Dus ik heb beslist van al die miserie met die up-to-date code van dat gewoon zelf mee te leveren in een andere directory die ik zelf gebruik. En dan werkt het op Red Hat 5, maar dan werkt het ook bij CentOS, waar dat die packages niet bij meegeleverd worden. En dan werkt het ook voor Debian, dan werkt het op een SUSE, dus je kunt dan op een Debian ook Red Hat Network packages gaan downloaden, want ik lever gewoon die modules mee. Dus dat wordt plots veel interessanter om het ook op Debian te doen. Of op Ubuntu te doen, of op eender welk ander systeem. Je hoeft het niet meer op Red Hat zelf te draaien. Dus dat was mijn demonstratie die ik er juist gegeven heb. Daar staat eigenlijk niet veel nieuws op, alles staat op mijn disk. Ik heb verschillende distributies die ik supporteer, verschillende architecturen en verschillende repositories, afhankelijk van de distributie. En dan zijn er nog plaatsen waar dat je meer informatie kunt vinden. We hebben een mailinglist waar dat je altijd vragen kunt stellen. We hebben zelfs het laatste jaar zijn er zoveel mensen bijgekomen dat ik een beetje ontlast ben van het werk om zelf de antwoorden te geven, omdat heel wat mensen daar veel meer van af weten dan ik tegenwoordig. Er zijn heel wat mensen die ook patches hebben geschreven. Dus we hebben eigenlijk nu wel een hele actieve community daar rond opgezet. Ondanks het feit dat ik 2 jaar gewacht heb om mijn laatste release uit te brengen vorige maand. Dus ik had dat veel vroeger moeten doen, maar het is allemaal tijd natuurlijk. Iedereen heeft tijd tekort. En het werkt eigenlijk. De subversion code werkte, dus ik had dat eigenlijk. Maar ik merk nu dat ook heel wat mensen dat toch gaan gebruiken. Als je een nieuwe release doet, dan krijg je meer aandacht via FreshMeet en dat soort zaken. En dan is het ook gemakkelijker voor mensen om te installeren. En dan zie je plots weer heel wat nieuwe mensen erbij komen die vragen of suggesties hebben. Er zijn RPM-packages natuurlijk ter beschikking op RPMForge. De eenvoudigste manier om die te vinden is via packages.sw.be in de directory mrepo. De source code kun je bekijken, dat is geen rocket science, dat is gewoon Python. Dus dat is heel eenvoudig om daarin te springen. Ja, dat was het eigenlijk. Dat was de presentatie. Zijn er nog vragen? Yes. Kunnen allemaal gaan. Nee, zijn er nog vragen? Geen vragen? Is het zo saai? Nee, ik kom er nog. Ja. Ja, je had nog een opmerking over per systeem nog wat selecties te doen van packages. Ja. Zijn daar wat concrete plannen voor? Er zijn nog geen concrete plannen voor, omdat ik heb dat eigenlijk nog niet echt nodig gehad bij bedrijven. Ik denk dat ze het allemaal manueel doen. Dus ze selecteren zelf wat dat ze eigenlijk deployen. Heel wat bedrijven kiezen bepaalde packages van mijn repository, mijn RPMForge repository, die ze willen deployen. En die zetten dat gewoon in hun eigen repository en in hun client configureren ze die repository. Typisch is dat de naam van het bedrijf of naam van het bedrijf streepje productie en naam van het bedrijf streepje testing. En op die manier bepalen ze naar welke systemen op testing gesubscribed zijn en welke systemen op productie gesubscribed zijn. En ze moven zelf packages van het een naar het andere op basis van wat de noodzaak is. Voor security updates is dat niet het meest interessante, want security updates zouden misschien wel liefst meteen pushen. Maar dat is natuurlijk moeilijk. In die packages zit geen informatie of het dan een security update was of niet. Er is een ander systeem dat ik geschreven heb, maar dat noemt SARA. En dat is een systeem om eigenlijk de security data die je van Red Hat krijgt, waar alle informatie in zit van al hun security updates, om die te gaan filteren en om die te gaan vergelijken met de package databases die op de systemen staan. Dus je kunt dan eigenlijk alle systemen gaan vergelijken met de Red Hat security informatie en gaan zien welke packages daar ontbreken die bijvoorbeeld
important zijn of high risk zijn of zo, dat soort dingen. Je kunt zelf bepalen wat er noodzakelijk is. Maar dat is niet met MREP overwoven. Dus eigenlijk als je die twee samen zou mergen, zou je eigenlijk op een automatische basis, afhankelijk van wat je policy is binnen je bedrijf, want vaak grote bedrijven hebben iets van high security risk packages, die moeten binnen de 2 dagen geïnstalleerd worden op systemen, of die moeten alleen maar op de web-facing systemen geïnstalleerd worden, maar de andere systemen, daar heb je 5 dagen voor, en dan low security, die mogen om de 3 maanden geïnstalleerd worden in bulk en zo. Heel wat bedrijven hebben van die security rules, en afhankelijk van die rules moet je dingen doen. En Sarah helpt daarin, omdat je heel vaak processen hebt waarbij dat je in een e-mail moet samenvatten voor welke systemen, welke patches je wilt installeren. En het security team gaat dan zeggen, het mag of het mag niet. Maar je moet wel heel dat paperwork doen van die te listen per systeem en te gaan zeggen, we hebben die nodig daarom. En dit is wat Red Hat daarover zegt. Wel, Sarah laat u toe van eigenlijk rapporten te creëren van al uw systemen, waarbij automatisch wat documentatie staat. We moeten dat doen, heeft dat risico. Voldoet aan die policy die je binnen het bedrijf hebt. En dat is eigenlijk interessant daar, om voor dat paperwork te automatiseren. Maar het zou leuk zijn om die met elkaar te linken en dat dan automatisch te kunnen zeggen van op bepaalde policies packages te gaan moven van een naar een andere repository. Dat is waar. Maar ja, het bestaat niet. Het zou leuk zijn. Ja. Nog iemand een vraag? Ah, wel, dan mogen jullie nu allemaal naar de WIP-mode presentatie gaan die in een van de 2 andere zalen doorgaat.